Okie dokie. Daily challenge tijd. Ik wil eens een goede ronde hebben na de afgelopen paar dagen, zeg maar. Oh god. Dit is al weinig. Weinig goeds, zeg maar. Canada, waarschijnlijk. En de hele reden dat ik deze kant uit ga, is omdat ik hier dat bord heb staan. Dan hoop ik eigenlijk stiekem. Ja, dat schiet natuurlijk geen reet op. Boy. Er staan daar nog wel meer borden, dus ik ben wel van mening dat ik deze kant wel op moet. Maar of het nut gaat hebben, dat weet ik niet. Ik hoop het. Wat was de naam ook weer? Sint-Brieuc. Maar in ieder geval daar even wegzetten. Ik denk namelijk niet dat dit Ontario is. Je zou in eerste instantie denken dat het wel is. Met een naam als Sint-Brieuc. Maar ik denk toch dat dit meer richting Alberta en eventueel, weet het, dingen gaat. Wat is dat voor een bord? Ik haat ook echt het feit dat het dit soort, dat hij zo langzaam eruit gaat. Kijk, dit is al iets bruikbaarder natuurlijk. Regional Park. Is dat weg 773? Dat zou wel eens kunnen. Had slechter gekund. Dit is Maleisië. Maleisië of de Filipijnen, zou ik zeggen. Er is nog een hele kleine kans, zou ik zeggen, dat dit eventueel. Nee, het is niet. Ik zeg, het is Maleisië of de Filipijnen. Maleisië is op dit moment mijn eerste gok. Ja, oké, Maleisische vlag. Top, dat klopt. Nou gaan we er even naar kijken, want het is best wel een. Ik zie veel, heel veel, hoge gebouwen staan. Wat voor mij suggereert dat dit sowieso een grotere plaats is.
Ik had wel gehoopt dat het hierop zou staan. Misschien staat het hier ook wel op, maar ja. Kan ik het hier niet vinden? Wacht. Ik zie hier een groot bord staan. Wat helemaal geen aanwijzing heeft. Nou, het heeft al een aanwijzing, maar niet de aanwijzing die ik wil, zal ik het zo zeggen. Ik wil gewoon even een naam van de stad hebben. Jelanda. Weer dat Jelanda. Ik weet niet of het Kuala Lumpur is. Ik zet hem daar voorlopig weg, maar. Ik denk niet dat het Kuala Lumpur is. Oh nee, hij laat hem niet. Het was wel Kuala Lumpur. Oké, top. Ik ben blij dat ik het fout had. Ja, dat klinkt echt heel idioot, maar oprecht. België, Frankrijk. Ik denk dat dit Brussel is. Ik ben er niet helemaal zeker van. Ik zeg, ik denk dat het Brussel is, maar. Etterbeek. Ja, of Eterbeek zal het dan wel zijn. Nee, want het is met twee T's, hè. Ja. Eens kijken. Ik hoop dat deze hier nog staat. Oh, helaas. Maar goed. Er hangen hier borden aan de dingen, hè. Dus wellicht dat hier iets op staat. Het bevestigt in ieder geval dat het... Brussels. Oké. Top, kijk, dat is wat we wilden weten. Nou gaan we zoeken. Ik heb alleen geen flauw idee hoe dat zichzelf gaat vertalen op deze kaart. Want dit is. Dit is een lastige. Hieronder zit ook nog. Meer. Brussel. Veel. Brussel. Daar, oké. Gaan we terug naar deze. Ik denk dat het makkelijkste is. En dit is Rue de Tjeustraat. Rue de Tjeu. Als ik die kan vinden, dan zitten we er echt heel dicht op. Zien. Ik wil, we zaten er al redelijk dicht op. Hè? Dus wat dat betreft was het niet echt iets om angstig over te zijn. Dat is iets anders met deze. Colombia, Ecuador, Brazilië. Oh mijn god, waarom heb ik een blinde vlek, joh? Oh. Omdat ik niet genoeg geduld heb? Oh mijn god, echt.
Mexico zou ook nog wel kunnen. Ik hoop dat hier. Het heeft niet heel veel. Heel veel waarde. Wat ik zeg, Ecuador. Het rare is dat ik op een of andere manier iets meer richting Ecuador neig op dit moment dan. Maar goed, wellicht dat dit wat hierboven hangt uitsluit zal gaan bieden. Nee, niks, echt totaal niks. Ik weet niet of ik hem nog dichterbij kan zonder dat het. Oké. Is dat punt BR? Ja. Frick, frick. Baskets. Hier staat ook totaal geen dingen op. Oh man, really? Dit gaat Brazilië zijn, ja. Man, het ging redelijk. Het ging niet super, maar het ging redelijk. En zo'n locatie krijgen, echt serieus. Ugh. Dit is wel frustrerend. Dan krijg je dit weer. Dit kan ook weer echt van alles zijn. We hebben hier een bord. Kan Argentinië zijn, kan. Oh, het is Israël. Dat scheelt dan. Het is zo frustrerend, weet je. Ah. Dus, weet je wat het is? Ik heb ook niet een bordje aan de zijkant van de weg gelet. Dat had ik misschien wel moeten doen op het moment dat ik doorhad dat het in Brazilië was. Is niet dat ik dit überhaupt ga vinden waar het is. Ik denk wel dat het een hoofdweg is, zal ik het zo zeggen. Zou je eventueel daar of hier aan kunnen denken? Of misschien wel ver. Ik weet het allemaal niet. Echt. Op zich maakt het ook geen reet uit, want we hebben zilver en we gaan die meer krijgen, hoe dan ook. Het zou mooi zijn om het wel zo hoog mogelijk weg te zetten, maar ja. Helaas. Hoger dan dit wordt gaat een. Nou, hoger dan dit gaat het hem wel worden, maar. Ik bedoel, niet hoger dan 20.552, zeg maar. Dangerous curves.
zou daar ook nog kunnen zijn. Het zou hier kunnen zijn. Maar ik denk dat dit op zich nog net iets te kort is. Het zijn echt haarspelbochten, hè? Ja, ik denk dat dit te ver mogelijk is. Dit zou ook wel kunnen. Nee, want ik kijk in principe. Hey, luister. Mijn gevoel zat wel redelijk goed, hè, met die bochten. Ik zat niet in een goede stuk, maar. Ja, ik had heel ver moeten inzoomen om het überhaupt te zien. View summary. Deze is ook gewoon frustrerend. Ik. Weet je wat? We laten het gewoon hier lekker. Er valt ook gewoon verder niks over te zeggen. Nee, dat. Maar goed, morgen weer een dag en een nieuwe Daily Challenge. En dan zeg ik tot morgen.